Eigenlijk is dit best wel zen om te doen. Dit stukje is misschien nog wel het moeilijkste van de hele DIY. Hoi hoi! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise en misschien ken je mij wel van mijn eigen YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag ben ik hier om een DIY te maken met jou en daarbij gebruiken we deze leuke setjes porseleinverf. Ik heb hier mooie felle kleuren en een setje met pastelkleuren. Wat we nog meer nodig hebben, dat laat ik je zo meteen zien. En ben jij nou net als ik dol op DIY's? Geef deze video dan een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Voor deze DIY hebben we dus uiteraard porseleinverf nodig. Ik zag dus deze twee leuke setjes. En we hebben ook iets van porselein nodig om op te werken. Ik nam deze bekers mee zonder oor. Die vond ik zelf wel heel erg leuk. En dan denk je, hebben we ook iets van kwasten nodig? Nee. Maar hoe gaan we dan de verf op de beker aanbrengen? Dat ga ik je vertellen. Daarvoor gebruiken we namelijk een potlood en satéprikkers. En waarom gebruiken we dat dan? Vraag je je misschien af. Nou, je ziet het al een beetje op de verpakking van de verf. Hier hebben ze allerlei kleine stipjes gezet op de vaas die op de verpakking staat. En dat is precies wat wij ook gaan doen op onze mok. Vandaar dat we het potlood gebruiken en de satéprikkers. Nou leek het mij leuk om iets met een letter te doen. Dus ik ga de letter E tekenen. Ik maak een soort schabloon. Deze letter die snijden we zo meteen uit het papier met ons mesje. En dan gebruiken we dat als schabloon op onze beker. Je kan natuurlijk ook een letter uitprinten als je hem bijvoorbeeld heel strak wil hebben. Maar ik vind het wel leuk om hem gewoon een beetje te schetsen en daarna uit te snijden. Vergeet ook niet om even te kijken of je schabloon niet te groot is voor je beker. Volgens mij moet dit net lukken. En als je je letter uit het papier snijdt, wees dan alsjeblieft voorzichtig, want zo'n mesje is scherp. Mijn letter is uitgesneden en ik heb ook het papier eromheen wat korter geknipt, zodat we makkelijk op de beker kunnen plakken. En hiervoor gebruiken we gewoon een beetje plakband. Om er nou voor te zorgen dat deze stukjes ook goed blijven zitten, plak ik een beetje plakband aan de achterkant. Dan kunnen we die stukjes ook gewoon goed vastzetten op onze mok. Het komt niet heel precies. Dit is gewoon een richtlijn, zodat we weten waar we onze stippen moeten zetten. Mijn schabloon zit op de beker en ik wil je eraan herinneren dat zo'n beker natuurlijk rondloopt. Dus dit is wel wat moeilijker dan bijvoorbeeld een plat bordje. Denk je nou, ik wil het echt heel mooi, heel strak hebben, dan kun je het misschien beter op een bordje doen in plaats van zo'n ronde beker. En mag het van jou best wat losjes zijn, dan zou ik lekker hiervoor gaan. Tijd om de verf erbij te pakken. Ik heb hier de setjes dus even uitgepakt. Dit is toch wel echt mijn favoriet met al die mooie pastelkleurtjes. En er zit ook een wit bij. Ja, die gaan we vandaag niet gebruiken, want dat zul je niet echt zien op een witte beker. En hier heb je dus echt die felle kleuren. Knalroze zit erbij, geel, groen, zwart en ook donkerblauw. We gaan stippen zetten. En ik zei het je al, we gebruiken geen penseel. We gebruiken onder andere een potlood. Dat is ook waar we mee beginnen. We gaan namelijk stippen zetten met de gum van het potlood. Ja, en ik ga toch voor deze kleuren. Die vind ik heel erg leuk. Wit zet ik even aan de kant en ook deze zet ik even aan de kant. En de potjes die kun je dus gewoon open neerzetten. En vanaf hier is het eigenlijk doen zoals jij het wil hebben. Kies de kleuren die jij leuk vindt. En je hoeft echt niet hetzelfde te doen als ik. Maak hem zoals jij het wil maken. Dippen even in de verf. Dan zetten we een stip neer. En ik heb misschien een beetje te ver gedipt, want dit is best wel wat verf. Misschien kunnen we dat zo nog een beetje bijwerken. Het is eigenlijk een beetje alsof je aan het stempelen bent. Maar dan met verf. Gebruik hier dus niet je goede potlood voor, hè? Of je mooie gum. Gebruik er eentje die je kunt missen. Wat mij ook wel leuk lijkt, is dat we wat halve stippen hebben. Dus ik ga een beetje over het papier heen. Zoals hier. Of zoals dit. Ik denk dat dat straks wel een leuk effect gaat geven. Genoeg lila. Ik ga nog een paar stippen zetten in een andere kleur. Ik vind het tijd om over te stappen naar een kleinere punt. Dus ik pak er nu een satéprikker bij. En dan begin ik met de achterkant. Want die is natuurlijk weer net iets breder dan het puntje aan de voorkant. En wat met zo'n fijner puntje handig is, is om de verf uit het dopje te gebruiken. Dan heb je ook niet zo snel te veel zoals ik in het begin ook had. Heel lichtjes dip je hem erin en je zet de stip. En ik ben altijd geneigd om er dan heel erg over na te denken van oeh, waar zet ik hem nu neer? Maar dat mag je dus eigenlijk loslaten. Ik vind het al heel vrolijk zo met al die kleuren bij elkaar. Maar ik denk dat er nog wat kleur bij kan. We zien toch nog best wel veel witte plekken tussen de stipjes. En ook die mogen we helemaal opvullen. Dus ik ga nu met het puntje van mijn prikker nog een extra kleurtje toevoegen. Lekkere mintkleur hebben we nog niet gebruikt. Dus
Dat wordt hem. En hoe meer je de stip recht van boven zet, hoe mooier die wordt. Als je het een beetje schuin doet, ja, dan krijg je toch al gauw een soort halve streep in plaats van een stip. Als je denkt, nou, nu kan ik geen stipje meer plaatsen, probeer dan alsnog een paar stippen te plaatsen. Ik ben nu op het punt dat ik denk, nou, dat past toch niks meer. En als ik dan langer kijk, dan denk ik, ah ja, af en toe is er toch nog wel een beetje ruimte. Daar kunnen dus nog stipjes. Eigenlijk is dit best wel zen om te doen. Je hoeft er eigenlijk niet zoveel over na te denken. Gewoon je favoriete kleurenverf klaarzetten en gaan. Ik denk dat ik nu echt genoeg stippen heb gezet. Nu is het moment van de waarheid. We gaan ons stencil eraf halen. Dit doe ik expres nu de verf nog nat is. Want als hij opdroogt, dan ben ik bang dat hij op sommige stukken zowel droogt op het papier als op de mok. Ik wil natuurlijk niet de verf er weer aftrekken dan. Ik ben heel benieuwd hoe dit is geworden. Het zou me niks verbazen als mijn letter een klein beetje scheef is. Maak alle plakbandjes los. En het belangrijkste is dat we ons stencil zo meteen omhoog optillen. Niet opzij, want dan veeg je door je verf heen. Til hem omhoog op. Hier gaan we. Heel voorzichtig probeer ik die middelste stukken los te maken. Die heb ik natuurlijk vastgeplakt aan de achterkant. Oh, en ik zie al dat ik een beetje verf meetrek. Dit stukje is misschien nog wel het moeilijkste van de hele DIY. Haal alle restjes plakband van je mok af. Hij is best wel goed gelukt. Ik moet zeggen, hieronder zie je toch wel een beetje dat ik het papier wat heb verschoven. Dus wees echt voorzichtig als je dat doet. En hier ook. Maar nu de verf nog nat is, kunnen we dat een beetje bijwerken. Als je een beetje snel en voorzichtig te werk gaat, kun je met een nat wattenstaafje, gewoon nat maken met water, de overtollige verf wegvegen. En zo maak je de randjes nog net even iets strakker. Doe dit dus wel snel. Dit werkt alleen als de verf nog nat is. Zo. En nu is het belangrijk dat je de verf goed laat drogen. Daarna moet je deze verf ook nog eventjes afbakken. Het staat ook op de verpakking. 30 minuten op 150 graden. En ik zou hem dan alvast in de oven zetten als je aan het voorverwarmen bent. En zorg ervoor dat je dan ook een mok gebruikt die ook hittebestendig is. Die dus ook in de oven kan. Dus laat hem eerst 24 uur drogen voordat je hem gaat afbakken. Ik ga hem zelf niet als drinkbeker gebruiken. Dan gebruik je hem heel veel en dan gaat de verf er toch na een tijdje wel af. Ik ga hem denk ik op mijn bureau neerzetten met al mijn pennen erin. Dat is toch super vrolijk? En jij? Wat zou jij met je gestipte lettermok doen? Als laatste wil ik je nog meegeven dat je natuurlijk alles kunt maken. Ik heb vandaag een letter gemaakt, maar voor iemands verjaardag zou je ook een cijfer kunnen maken. Of bijvoorbeeld een bloem of een hartje, wat je maar wil. Ik hoop dat ik je ook vandaag weer heb kunnen inspireren tot creatieve ideeën met deze leuke materialen. En wil je nog geen enkele video missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik je snel terug bij een volgende video. Doeg!